Hallo allemaal, ik ben Gael Garcia Diaz, jullie BOPC-host. Vandaag start Day 1C hier in het Casino van Aam om precies 14 uur. Maar eerst een korte samenvatting over wat er allemaal gisteren gebeurde en wat we vandaag mogen verwachten. 168 spelers gingen gisteren van start. 80 spelers hebben Day 1B overleefd. Kevin Spiesens en Vincent Gable liegen er spijtig genoeg al uit. Maar, we hebben toch nog een aantal pokerstars, qualifier players in het toernooi. Namelijk nog altijd Servais en Martin. We hebben ook Mathias de Klerk. En dan uiteraard Christian van Zieligem ligt er nog altijd in. Giacostino Giulie zit op een eerste plaats met net iets meer dan 53k. Dan hebben we Erik Spitzer op een mooie tweede plaats met net iets meer dan 50k. Bajjak zit op onze derde plaats met iets meer dan 48k. En Giacomo Fraterigo met iets meer dan 45k op een vierde plaats. Deze wordt dan gevolgd door Sanit Acilic met iets meer dan 42k. Belangrijke namen van de spelers die we vandaag mogen verwachten, namelijk de tweelingsbroers Christophe en Mathias de Mulder. Christophe haalde een 55ste plaats op de EPT in Londen. Pierre Neuville is ook van de partij en we verwachten nog altijd een vijftal pokerstars qualifiers vandaag die samen met de 10 pokerstars pro en de andere spelers de titel trachten te halen. De blinds starten met 20-40. Alle spelers legden €1.700 neer voor een beginstak van 10k. Stay tuned op Pokerstars TV voor alle verdere info. Bedankt voor het kijken.